Het is International Fascination of Plants Day. En die datum is heel goed gekozen, want de planten gaan weer volop in groei en bloei staan. En ja, dat maakt ons weer blij in het voorjaar. Deze dag is ook speciaal bedoeld om aandacht te besteden aan planten, waarom ze zo interessant en belangrijk zijn. En ja, wat is er mooier dan dat van deze stoel te mogen doen, waar we prachtige groentes, fruit, andere sierplanten hebben. Dus dat is een prachtige omgeving. Mijn naam is Guido van der Akkerveken. Ik ben hoogleraar plantenbiologie aan de Universiteit Utrecht. En ik vertel jullie graag meer over al deze planten en hoe ze bijdragen aan ons welbevinden. Ook de planten die ons voedsel voorzien, energie, mineralen, vitamine, andere gezonde inhoudstoffen. En dat draagt in belangrijke mate bij aan onze gezondheid. Een goede gezondheid die begint bij een goed dieet, waar planten natuurlijk een belangrijke rol spelen. En al deze prachtige gewassen, ja, die zijn veredeld. En dat is over duizenden jaren gebeurd. En de landbouw is eigenlijk de start 12.000 jaar geleden, toen mensen zijn gaan selecteren om planten te verbeteren en daardoor meer opbrengsten te krijgen, et cetera. En in de laatste jaren is dat door kruisingen ook gebeurd en nu zijn er ook nieuwe technieken. En je zou zeggen, mooi, dat is dan opgelost, maar dat is niet zo. Er ligt een grote uitdaging voor ons in het duurzaam maken van gewassen voor de duurzame landbouw. Want zoals jullie allemaal weten, is de landbouw die vervuilt meststoffen, gebruik van pesticiden en andere gewasbeschermingsmiddelen. Dus er is een noodzaak om de landbouw duurzamer te maken. Daarbij komt ook nog eens dat klimaatverandering zorgt voor extremere weersomstandigheden, waar we ook gewassen sterker voor moeten maken. En hier komt nu de plantenbiologie om de hoek kijken. En in Utrecht kun je bij de studie biologie ook het studiepad plantenbiologie kiezen om je te specialiseren in die richting. En dat is heel belangrijk, want we hebben nieuwe onderzoekers nodig in deze richting. En dan moet je denken aan het onderzoek aan planten om meer inzicht te krijgen in de werking van die planten. Hoe nemen ze hun omgeving waar? Hoe reageren ze daarop? En hoe helpt dat om planten robuuster te maken en meer weerbaar? En in Utrecht besteden we heel veel aandacht aan hoe planten goed kunnen omgaan met omgevingsfactoren. Met name ziekteverwekkers, maar ook klimaatomstandigheden. Zo werken we bijvoorbeeld op onze afdeling aan bacteriën die in de grond zitten en die de groei van planten kunnen bevorderen en ook het immuunsysteem van de plant kunnen versterken. Ook werken we bijvoorbeeld aan eigenschappen van de plant die te maken hebben met vatbaarheid voor ziekte. En als we dat proces beter begrijpen, ja, dan kunnen we ook bedenken hoe we daarin kunnen ingrijpen om planten resistent te maken. Nou, en dat brengt me bij het volgende belangrijke punt in de plantenwetenschappen. En dat is de toepassing van die kennis in de praktijk. En in Nederland hebben we daar een heel goed systeem voor om samen met universiteiten en het bedrijfsleven, met name de plantenveredelaars, om die kennis te gaan toepassen in de verbetering van de gewassen, om op die manier weerbaardere en robuuste rassen te produceren. En op die manier kan de plantenbiologie bijdragen aan een duurzame landbouw, een duurzame voedselproductie, aan de voedselvoorziening om gezond, voldoende voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking. Dus kortom, de plantenbiologie fascinerend. Tot ziens.